Dank u, voorzitter. Er is iets vreemds aan de hand. Zou het immers niet logisch zijn als na het eerste coronajaar, 2020 dus, er jaren volgen waarin er geen sprake is van oversterfte, maar ondersterfte? Want het eerste coronajaar, 2020, was een jaar waarin het virus nog relatief gevaarlijk was en al veel kwetsbaren, helaas, aan dit virus zijn overleden. En zeker met de introductie van de vaccins vanaf begin 2021 zouden we mogen verwachten dat vanaf 2021 geleidelijk aan ondersterfte, of dan in ieder geval toch een sterke daling van de oversterfte, te zien is. Maar het tegendeel is het geval. Hoe kan dit? Een aanwijzing hiervoor wellicht biedt de plotseling sterke toename vanaf 2021, waarmee beroep wordt gedaan op ambulancezorg en zogenaamde rapid en first responders. We hadden het er net over tijdens het 2-minuten-debat. Ten opzichte van 2020 zien we een stijging van respectievelijk afgerond ongeveer 10% voor de ambulancezorg, 20% voor de rapid responders en 50% voor de first responders. Dit zijn dus grote, plotselinge stijgingen in 2021, waarmee een beroep wordt gedaan op deze vormen van acute zorg. De verklaringen die hiervoor door de minister eergisteren in antwoord op onze Kamervragen werden gegeven, vinden wij niet erg overtuigend. Een andere manier van werken of een huisarts laten vervoeren via een rapid responder, dat zegt de minister in deze antwoorden, kunnen naar onze mening niet goed verklaren waarom over de hele linie dus op deze vormen van acute zorg ineens vanaf 2021 een veel groter beroep wordt gedaan. Van spoedeisende hulparts begrijpen we dat first en rapid responders, daar is de stijging dus het sterkst, vooral wordt ingezet bij hartklachten, zoals een acute hartstilstand. Misschien is het zo dat sinds 2021 er veel vaker sprake is van acute en ernstige hartklachten. Dit zou namelijk ook een andere eigenaardigheid kunnen verklaren. In 2020 namelijk verscheen in onze formele geschreven media, dat wil zeggen de landelijke en regionale kranten en tijdschriften zoals de Groene Amsterdammer en Elsevier, in totaal 620 artikelen met daarin de term plotseling overlijden of plotseling overleden. In 2021 waren dat er 1206, voorzitter. 1206. Dat is dus bijna een verdubbeling. Terwijl vanaf 1990 dit slechts geleidelijk, heel constant, met hoogstens een paar procent elk jaar toenam, vermoedelijk omdat het totaal aantal artikelen dat door deze media wordt geschreven elk jaar met een paar procent toeneemt. Dat is heel vreemd, hè? Nee, is een verdubbeling. Is het dan niet heel erg vreemd dat in 2021 in vergelijking met 2020 ineens twee keer zo vaak in deze formele media geschreven wordt over plotseling overlijden? Of zou dit, net zoals de sterke stijging van het aantal inzetten van first en rapid responders in 2021, kunnen wijzen op een grote en plotselinge toename in 2021 dus van acute hartklachten? Als het nou inderdaad zo is dat er in 2021 plotseling een sterke toename is van het aantal ernstige acute hartklachten, en daar lijken al deze cijfers dus op te wijzen, wat zou hiervoor dan een verklaring kunnen zijn? Ja, dat zou je willen weten. Een recent hoogwaardig Duits autopsieonderzoek heeft inmiddels met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangetoond, ik heb het onderzoek hier trouwens liggen, inclusief een beschrijving van het werkingsmechanisme zelfs, dat myocarditis en andere hartklachten die optreden na en als gevolg van vaccinatie met een mRNA-vaccin binnen een paar weken na vaccinatie tot de dood kunnen leiden. Dit artikel staat in Clinical Research in Cardiology en is geschreven door onderzoekers aan de Universiteit van Heidelberg. Vaccins als oorzaak van acuut hartfalen zou ook verklaren waarom er niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, zoals de heer Van Hagen net al zei, dit is onder andere door Theo Schertes aangetoond, een sterke correlatie, dat is toch geen causatie, maar correlatie is tussen vaccinatiecampagnes en oversterfte. Als deze hypothese correct is, dan betekent dit dat mogelijk een groot gedeelte van de enorme oversterfte op dit moment, meer dan 1000 Nederlanders per maand, veroorzaakt wordt door de vaccins. Gelukkig zal vanaf 3 januari eindelijk data gedeeld worden, mevrouw Paulusma zei het ook al, zodat hopelijk vastgesteld kan worden of vaccinaties inderdaad verantwoordelijk zijn voor de oversterfte. Wacht u even, meneer Van Houwelingen, want meneer Heijink heeft een vraag voor u. Ja, dank, voorzitter. Want kijk, ik snap best wel dat Forum voor Democratie op zoek is naar antwoord op de vraag waar de oversterfte vandaan komt. Ik ga die vragen dadelijk zelf ook stellen, dus daar is niks mis mee volgens mij. De vraag die ik aan Forum heb is uw partij en bent u zelf nu ook daadwerkelijk echt geïnteresseerd in de onderzoeken die gedaan worden en de resultaten die dat opleveren? Omdat u toch in, kijk, u begint heel open, maar gaandeweg werkt u naar een conclusie toe die bij u eigenlijk al vast lijkt te staan. Namelijk dat het met de vaccinaties te maken heeft. Kijk, ik zou graag zo'n onderzoek open willen zien. Maar niet met de vooringenomenheid die ik bij u proef, die ik bij Forum voor Democratie proef.
Alsof het antwoord er al is. Het kan uitgestelde zorg zijn. Het kan alsnog COVID zijn. Omdat een vaccin geen 100% bescherming biedt. Dus dat weten we ook. Ik ben geïnteresseerd in het antwoord. Maar bent u ook oprecht geïnteresseerd in het antwoord? Dat is mijn vraag. Is meneer Van Houwelingen ook? Ja, sterker nog, een hele goede vraag. Dank daarvoor. Ik ben niet alleen oprecht geïnteresseerd in het antwoord. Ik hoop, meneer Heijn, dat ik ongelijk heb. Ik hoop dat onze vrees dat het totale onzin is. Dat de minister gelijk heeft en dat er niks aan de hand is. Natuurlijk hoop ik dat. Voor mij zijn ook familieleden en vrienden gevaccineerd. Dus dat hoop ik. Alleen onze vrees is steeds dat wij wel eens gelijk zouden kunnen hebben. En waardoor die vrees steeds groter en groter wordt, is omdat, we hadden het net met de heer Van Hagen over, omdat als er dan onderzoeken worden uitgezet, al die onderzoeken van Zonneberg, geen enkele gaat over dit verband. Is dat denk ik tenminste één onderzoek? Ook omdat er zoveel onrust over is in de maatschappij, is dat niet vreemd. Eén onderzoek dat verband zou proberen te onderzoeken. Nou, dat gebeurt dus niet. Dus we zien dus iets heel sinisters, omdat het maar niet onderzocht wordt. En dat is waarom wij er zoveel nadruk op leggen. Maar ik hoop dat ik ongelijk heb. Dat hoop ik, ja. Meneer Heijnke, een tweede. Nou ja, volgens mij omdat ik kan me wel voorstellen dat onderzoekers niet makkelijk het op die manier onderzoeken, omdat dit niet de manier is waarop de wetenschap volgens mij werkt. Dat je bijvoorbeeld al de conclusie op papier zet, namelijk het verband tussen vaccinaties, eventuele hartklachten en eventuele overlijdens. Maar dat je teruggaat naar het begin, de reden dat mensen zijn komen te overlijden, en dat je vervolgens gaat onderzoeken. Waarom zijn deze mensen in deze periode overleden? Wat waren hun klachten dan? Lagen ze met onderliggend lijden in het ziekenhuis? Lagen ze misschien met COVID-klachten in het ziekenhuis? En op die manier ga je van onderop proberen verklaringen te vinden voor het overlijden van mensen. Maar ik kan met wantrouwen in de richting van Forum voor Democratie wel goed voorstellen, omdat u eigenlijk al aanstuurt op een conclusie die volgens mij nog niet getrokken kan worden. Meneer Van Houwelingen. Ja, je moet natuurlijk als je wetenschappelijk onderzoek doet vanzelfsprekend alle opties openhouden. Maar wetenschap, zoals u ongetwijfeld weet, wetenschappelijk onderzoek werkt ook op basis van hypotheses. Dat is niet dat je zegt dat zo is, maar je gaat eens kijken, zou dat zo kunnen zijn? Je moet ergens beginnen, hè, met wetenschappelijk onderzoek. En ik heb zojuist ook allemaal redenen gegeven waarom wij denken dat dit toch wel op zijn minst een hypothese zou mogen kunnen zijn. En dan zie ik vervolgens dat geen enkel onderzoek van bijvoorbeeld Zon en Wees zo'n hypothese hanteert. En daar word ik dan zenuwachtig van. Ik denk, ja, hoe kan dat toch? Dus daar zit onze zorg. Niet omdat we vooringenomen zijn, denk ik. Voor u verder gaat, ook mevrouw Paulusma heeft een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Van Houwelingen haalt een onderzoek aan uit Duitsland, volgens mij. En wij zaten samen bij dezelfde technische briefing. En toen hield meneer Van Houwelingen ook dit verhaal, wat mij betreft vooral op basis van vooringenomenheid is. En toen kreeg meneer Van Houwelingen de reactie op van Dissel met heel veel onderzoek uit het buitenland dat juist aantoont dat de vooringenomenheid van meneer Van Houwelingen niet klopt. Dus ik ben een beetje op zoek naar wat meneer Van Houwelingen nou nog meer wil om zijn eigen aannames bevestigd te krijgen, of dat als we kijken naar onderzoek uit Duitsland wat meneer Van Houwelingen zelf aanhaalt, we dus ook kunnen kijken naar al het andere relevante onderzoek wat meneer Van Houwelingen zijn aanname al ontkracht. Meneer Van Houwelingen. Ja, dank ook voor deze vraag. Ik heb na afloop, heeft u me gezien, dat was erg prettig om even met de heer Van Dissel kunnen napraten. Dat zouden we misschien ook vaker moeten doen, een beetje informeel kop koffie drinken. En daar hadden we het hier over. De heer Van Dissel zei terecht, we hebben natuurlijk de standaard onderzoek enzovoort. Het punt is alleen, dat zijn onderzoeken, eigenlijk zijn het kansberekeningen. Dus bijvoorbeeld de Pfizer-onderzoeken, dat is gebaseerd op statistiek enzovoort. Het type onderzoek, een heel ander type onderzoek waar ik naar verwijs, dat zijn dus die autopsieonderzoeken, waarvan er nu steeds meer komen. Dat is, dan gaan ze kijken met een microscoop, gaan ze zien hoe het werkelijk is. Een heel ander type onderzoek. En daar komen dus signalen naar voren. Dus dat zijn geen modellen of kansberekeningen. Nee, dat is hoe het werkelijk gaat nu. Net zoals die krantenberichten, ik noem die enorm stijgen, dat is ook hoe het werkelijk is. Net zoals die ambulances, rapid responders die nu massaal uitdrukken. Dat is ook een werkelijkheid. Het is niet een kansberekening. Dit zijn gewoon harde cijfers. Die laten allemaal verontrustende berichten achter. Laat ik het maar zo formuleren. En dat is dus waar wij de hele tijd op wijzen. Want dit gaat niet goed. En inderdaad, daar kun je die onderzoeken die dus eigenlijk op basis van statistiek, modellen, daar kun je dat tegenover zetten. Maar de werkelijkheid laat een ander beeld zien. En dat was de discussie die we hadden. Ik zie dat ook dit vraag oproept bij mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, ik doe even een poging. Want in dat dinsdagmiddag bij de technische briefing heeft meneer Van Dissel volgens mij ook gerefereerd aan een onderzoek onder miljoenen en miljoenen mensen. En dan haak ik ook even aan, waar dus geen enkele indicatie is dat vaccinatie tot extra ellende zou leiden. Eerder omgekeerd was de conclusie dat mensen dus gewoon eigenlijk weerbaarder waren geworden, ook voor andere ziektes. En dan refereer ik toch even aan ook aan de opmerking van meneer Heijink.
van dit is juist, je moet naar open kijken van wij zien wat. En dan gaan we die data worden nu allemaal gekoppeld. Dat gebeurt in die werkgroep in de opdracht waar mevrouw Paulusma ook aan refereerde. En juist omdat al die data gekoppeld kunnen worden, kan je dan ook die conclusies trekken. Maar dit is dus puur voor ingenomenheid om te zeggen, nou ja, het komt door een vaccin, zouden mensen overlijden aan hartklachten. Ik kan dit werkelijk een combi die je gewoon niet kan begrijpen. Meneer Van Houweling. Ja, ik denk dat de enige spraakverwarring is. Kijk, de onderzoeken waar onder andere de heer Van Dissel naar verwijst zijn, die grote onderzoeken onder andere van Pfizer, het punt daar de hele tijd mee, ik breng dat misschien niet duidelijk naar voren, is bijvoorbeeld Pfizer heeft alleen gezonde personen geselecteerd. Dus er zijn andere wetenschappers, die hebben daar heel veel kritiek op gehad, die horen we hier natuurlijk nooit, zoals bijvoorbeeld Theo Schertis, die zeggen ja, maar in de hele populatie zitten ook ongezonde mensen, mensen met andere aandoening. Daar weet je dus, zwanger vrouw, weet ik veel wat. En daarvan weet je dus niet hoe dat gaat uitwerken. En nu zien we, dat is mijn punt, dat in de werkelijkheid, want nu is het gebeurd. Het experiment is nu op veel grotere schaal. We hebben nu dus miljoenen vaccinaties gezet. En we zien nu allerlei, dat is mijn punt, dat verontrustende signalen, zoals ik ze net allemaal één voor één opnoem, die allemaal dezelfde kant ook nog eens opwijzen. Dus dat is dat. Dus je hebt dus inderdaad, je hebt je verwachtingen, je hebt je modellen, hè, van Pfizer. En dan heb je nu hoe het zich daadwerkelijk uitspeelt in onze samenleving. En ja, ik krijg toch wat meer waarde aan het laatste. Ja, dat is ons oordeel. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, het is van begin af aan, is volgens mij ook door artsen, door wetenschappers, iedereen gezegd, dat mensen met onderliggend lijden gewoon dus ja, eerder kans hebben dat ze ernstig ziek worden van corona en dat ze ook kunnen overlijden. Dus dat er straks uit gaat komen dat mensen met hartklachten of op andere manieren kwetsbaar zijn, dat die meer in de populatie zitten die overleden zijn, denk ik, ja, dat hebben ze vanaf 2,5 jaar geleden al aangegeven. Dus ik ben echt in confusie wat meneer Van Houwelingen nou voor onderzoek wil. Terwijl dus nu, zeg ik, van al die verschillende instituten de data worden gekoppeld om dat heel open-minded boven water te krijgen. Het klonk niet helemaal als een vraag, maar het wellicht dat meneer Van Houwelingen daar wel een antwoord op wil geven. Ja, misschien dat ik hem met toestemming van de voorzitter mag omdraaien. Daar nogmaals, van wat ik dan van mijn kant niet goed begrijp, is als je al die verontrustende signalen ziet, ik heb ze net lopen opzommen, dat dan niet, ook bij de minister trouwens, dat de alarmbellen, als ik minister van Volksgezondheid zou zijn, zou ik denken, jeetje, dit gaat iets niet goed. Dat je dat onmiddellijk wil onderzoeken en dat maar niet gebeurt. Dus je hebt die onderzoek, je hebt inderdaad Pfizer-onderzoek enzovoort. En daar concluderen ze effectief veilig, wat heel vaak gehoord hebben wij van Dissel. Alleen, er blijkt toch iets aan de hand te zijn, waardoor mogelijk de werkelijkheid anders is. En dat is alles wat ik hier zeg. Ga dat onderzoeken, ga dat doen. En dat zeggen we al een jaar trouwens. En dat gebeurt maar niet. En dat is onze frustratie, ja. Ik stel voor dat u verder gaat met uw inbreng, want die was nog niet voorbij. Dank u wel, ik ga door. De coronavaccins, voorzitter, moeten we als oorzaak van de oversterfte gaan overwegen, hè? De afgelopen jaar is hier in de Kamer, en deze discussie laat het zojuist laten denk ik ook zien, zo lijkt het, een geloof in deze vaccins ontstaan en bijna niemand durft eraan te twijfelen. Maar dat is toch wat wetenschappers doen, alles in twijfel trekken, elkaars theorieën testen, experimenten herhalen, kortom, altijd kritisch blijven. Maar de coronavaccins lijken boven elke twijfel verheven te zijn. En dat is geen goede zaak, denken wij. Ondertussen wordt de veiligheid van de vaccins, dat is toch veelzeggend, in het buitenland wel meer en meer in twijfel getrokken. In Florida heeft gouverneur DeSantis deze week zelfs aangekondigd dat hij van plan is via het Hoge Rechtshof van Florida een grand jury in te stellen, dat wil zeggen een soort bijzondere rechtbank, met als doel, dit is een citaat, alle misdrijven die zijn gepleegd in de staat van Florida met betrekking tot de coronavaccins te onderzoeken. Voorzitter, ik zit hier niet om me gelijk te krijgen, maar om de waarheid boven tafel te halen. Sterker nog, ik zei net tegen de heer Heink, ik hoop van harte in het belang van de volksgezondheid dat de minister gelijk heeft en dat onze zorgen over de coronavaccins onterecht zijn. Maar ik vrees dat wij wel eens gelijk zouden kunnen hebben. Hoe dan ook, iedereen verdient het om te weten toch hoe het echt zit, met prik of zonder prik. Voorzitter, ik rond af. Ik heb slechts één vraag voor de minister. En die vraag is heel simpel. Is gezien dit alles, het nog verantwoord, de vaccinatiecampagne in het algemeen en de vaccinatiecampagne voor gezonde mensen onder de 70 die vrijwel geen enkel risico lopen wat betreft het coronavirus in het bijzonder, te continueren? Of zou u als verantwoordelijk minister vanuit het perspectief van de volksgezondheid, nogmaals, gezien dit alles, niet verstandiger en prudenter handelen door in ieder geval tijdelijk de vaccinatiecampagne te pauzeren tot de uitkomst van traject 3 van het oversterfteonderzoek begin volgend jaar bekend is. Dank u, voorzitter.